Las ik, ja, het gaat om de meesters, de Hollandse meesters, en niet om de schilderijen. Dat ben ik eigenlijk niet helemaal met je eens. En ik zal je vertellen waarom. 34 jaar geleden zat ik in een bandje en dat hield ineens op. En toen kwam ik hier wonen, ongeveer 300 of 400 meter van dit museum af. Het bandje was afgelopen, ik had niks meer te doen. Ik loop hier een keer binnen. En ik zie prachtige schilderijen, ik hou ervan, ik vond het prachtig. Maar ineens zie ik een doekje, ongeveer net zo groot als jouw plaat, of zoiets. En ik liep er naartoe en het was een meisje met een blauwe jurk aan, die melk in een kannetje stond te gieten. Het was een melkmeisje. En dat schilderij kende ik, want dat zat bij mijn moeder op een blikken trommeltje. En hing geborduurd boven de bank. Maar nu zag ik het voor het eerst echt en toen bedacht ik, hier zijn 2 wereldoorlogen, 7 overstromingen en 350 jaar overheen gegaan en daar hangt dat ding. En ik raakte ontzettend ontroerd, echt tranen over mijn wangen. Ik ben nog vaak terug gaan kijken. En toen bedacht ik, als nou over 350 jaar, want zo lang is het geleden, iemand dit plaatje... Zo'n archeoloog uit de modder haalt. En dan weten ze niet meer wie Herman was, of de New Cool Collective, of jij, of ik. Maar als ze dan net zo ontroerd worden door dat plaatje als ik door het melkmeisje, dan zijn we er. Gefeliciteerd! Guus Meeuwis! Ja, dankjewel. Dankjewel, Henny Vrienden, voor...